Oké. Okay. En actie! Het is maandag, tweede paasdag en ik heb tot nu toe een heel leuk weekend gehad. Lekker chill, hij daar ook als het goed is. En ik ben nu bezig met een extra video van team 1 en 3. Een extra vlog, want die hadden vorige week met de paasdag ook wat leuke video's gemaakt. Dus daar ben ik nu lekker mee aan de gang. En voor de rest ben ik lekker aan het chillen. Doe maar eens. Hey, jij bent prachtig. Hey, jij bent prachtig. En als iedereen wat anders zegt, dan is dat. Dit is een bijpassende zakje. Wow. Ja, goed. Voor de kijkers thuis. Nee, dat vind ik echt heel naar om te doen. Hier, alsjeblieft. Heel lekker. Voor de kijkers thuis, dit zijn zelfgebakken stroopwafels. Voor het goede doel. Dit is een bijpassend zakje. Precies dat. Zeg maar, in het zakje zitten er ook echt in. Tada! Oeh. Wow, dit ziet er goed uit. Wow, ik tackle Henk bijna. Lekker. Sommigen is de paastour officieel voorbij. Voor mij is die bijna voorbij. Want ik heb nog een hele hoop troepjes en dingetjes om uit te zoeken. En daar ben ik nu lekker mee bezig. En dan kan ik straks mijn eigen set weer gaan maken voor morgen. Want dan begint voor ons gewoon weer Social Limits. Ja, het is een schoonlijke pot. Marijn, echt komt met iemand bij geduld. We moeten deel reserveren. Weet je, vandaag kook ik ook niet meer. Oh ja, we moeten Survivors en Social Limits promoten. Mm. En de deel reserveren, dat is het. Ja! Nee, waarom ook niet gewoon een smartphone? Dat gaat een hele hoge zijde. I know, maar dat mag ik niet van mijn ouders. Hoezo niet? Mijn ouders denken dat de jeugd van tegenwoordig alleen maar associaal wordt. See me, like me, watch me, hear me, follow, me. See me, like me. Het begint er al langzaam op te lijken. Hij zit hier ergens in de muur. Nou, wat leuk! Leuk, hè? Ja, is echt mijn nieuwe vriend. Mijn nieuwe beste vriend, wel te verstaan. Ik noem hem Muis. Schatjes! Nee! Ik noem hem Piep de Muis. En mijn papa weet waar ik het over heb. Schatjes, de bus is klaar. Nadat mijn vader me dat voorgelezen heeft, wou ik altijd nog een verhaaltje. En ik gebruik de muziek, weet je wel, om teksten dramatisch te maken. En toen zei mijn papa altijd, oké, gaan we doen. Jij krijgt nog een verhaaltje, maar dan wel een piepverhaaltje. Dit piepverhaaltje ging over een muisje dat elke dag dezelfde dingen meemaakte die ik ook meemaakte. Goed verhaal. Ja! Heb je nog een pakje stroopwafels? Jazeker! Mijn vader wil wel openmaken naar het. Oké. Business. Oh, lekker jongens. Ja, wie, ja. Jongens, even lekker. Credit naar mijn moeder. Mijn moeder heeft dit recept en dit is eigenlijk gewoon een toprecept. Super. Mijn moeder, bedankt. Bedankt allemaal mijn moeder. Hieronder de reacties zeggen bedankt, bedankt van mama aan de Rijn. Dankjewel. Maar sowieso gezond jongens. Echt paprika, tomaat, ui, courgette, gehakt en alles. Oh, rookmelder. Rook. Nee, dit kan je echt niet vloggen. Dit is echt wat precies? Zoveel sterfte. Hey, kijk, een pan. Ik kan water zoeken, het is zo warm. Daniel, zet zoiets! En kijk, je kinderen onder de... Ik wil ook kijken.
Nee, dat wil je niet. Oké, okay, nee, ik wil het maken. Ja, en ik heb de keuken te maken. Succes ermee. En again en again. Nee, maar echt, ik heb dat niet gezien. Nothing is impossible. Mentaal komt ze er gewoon doorheen. Nice. Hoe blauw de maaltijd ook is die. Ja hoor, dames en heren, applausje voor Joyce. Woehoe. Alleen nu nog de kant. Ik ben weer technicus. Dus ik ga Joyce eerst uit. Maar ik heb het echt weer acteur. Het is koud. Koud. Ja, wij roken in de bus. Hier. En het is april. In april doet wat hij wil. Ik kan ook gewoon niet nog een keer normaal rijden. Nou, het is ligt goed. Niet aan mij, het ligt aan dat. Precies. Nou, kijk, we hebben geen boekingsformulier, daar ligt het meer aan. En op het boekingsformulier staat altijd waar we naartoe moeten, precies. En nu hadden we het gegoogeld. Dus het is eigenlijk allemaal de schuld van Google dat we nu verkeerd zijn. Want we zitten op verkeerde locatie. Petra's lief, dames en heren, komt dat zien? Petra's lief. Niet doen! En niet op zo'n iemand. Petra's lief, opzetten. Ik ga toch je bed tegen aan. Hou je mond. Waar komt je onderzoek nog? Wat? De overspelige vrouw. Dat been. Ik moet verder wegstaan. Daniel heeft zijn wagen gevonden. Ja, het is. Toen. Generatie voelt een beetje leeg. Oh, ik ben aan het filmen. Dit is gênant. Oh, moest ik een foto maken? Oh, wow, is het ook? Jongens, nu kunnen we open. Hey, Mark, jij de laatste vlog nog gezien trouwens? Voor de laatste 2 maanden. Marie. Hey, Marie. Jij hebt een nummer van iemand gekregen? Ja. Telefoonnummer. Ja, hij was precies. Zijn, dat vind ik niet oké. Hij was precies zo groot. En hij was heel schattig. En hij heeft ongeveer heel de voorstelling. Merel gezeten. Oh nee, dat deed hij niet. We gaan. Nee! En go. Wietske. Ik mag de. Oh, je moet eerst vragen natuurlijk. Wietske. Oh, hoi, camera met Daniel die de camera vasthoudt. Elke keer weer opnieuw. Thanks. Wietske, wat mag jij doen? Ik mag de voicemail van You for Christ inspreken. Wat leuk! Spreek uw boodschap in. Na de. Oh, dat is hier niet. Nee, is geen piep hier. Einde bericht gewoon. Punt. Einde. Hobby. Dat ziet u er goed uit, Hola, mister. Meneer. Dank u, dank u, dank u. We gaan heerlijk Italiaans eten vanavond. Lekker. Mede mogelijk gemaakt door de Youth Squad. We zijn bij het Italiaans diner voor de Italië-reis. En wij zijn bediend team. En dat gaan we nu doen. Best wel succes. Hier in de comments below. Ja, pasta mag natuurlijk niet ontbreken. Hier, dat kan namelijk veel sneller. Dan heb je een plaats of een locatie, een persoon. Een beetje raar Pinocchio die in de. Oh ja, pasta lama's. Oh, we gaan naar het hoofdgerecht. Oh nee! Met huisgemaakte pesto en gegrilde tomaten. Zo. Jorgen. Hallo. Is het lekker? Dit is zo fantastisch. Ja? Je proeft gewoon de Italiaanse ziel in het eten zitten. Want ik denk van ja, ik kan bijna Italiaans gaan praten nu. Requiesca in pace, fratello mio. Het gaat gewoon vloeiend over mijn tong. Alsof het automatisch gaat. Zo ja, jij hebt gewoon een gave. Ja, dat zal het zijn. Maar er zit inderdaad echt ziel in. Het was heel duur. En we konden de haast niet aankomen, maar het is ons toch gelukt. Bedankt voor het kijken.
Duiven! Welkom Rafael. Ja, bedankt. Op jouw eerste werkdag met dit team. Ja. We wensen je heel veel succes. Ja, bedankt. Maar nee, we hebben een probleempje. Uh-huh. We gaan vandaag niet spelen. Marijn is ziek. Jammer, jammer, jammer voor Rafael, maar ook jammer voor ons. Marijn, beterschap. Yes. Thanks. It's a sad story. Want mensen staan hier al klaar voor onze show. Maar het enige wat we hier nu komen doen is de techniek meenemen. Als Leon de vlog ziet, hè? Als Leon deze vlog ziet, hè? Over hoe zojuist de doek is afgehaald. Ja, oh, ja. Yes. Nou, weet je wat we gaan doen? We gaan iets met theater doen. We krijgen les van Rafael. Hallo, Rafael. Hallo, aangenaam. Hallo. Maar we gaan vandaag theater doen. Heftig. Is lekker. We zijn bezig met een fruitsalade voor ons als bijgerecht voor de hoofdmaaltijd. En de hoofdmaaltijd is patat. Nou, dat ging goed. Waarom pakken we de bus uit? Wat is hier nou aan de hand? Nou, dames en heren, dat zal ik even haarfijn uitleggen. We hebben vakantie. Nee, het is eigenlijk heel triest. Marijn is echt heel ziek. Dus wij zijn morgen vrij. En dat betekent dat we weekend hebben. En dat betekent dat we vakantie hebben. Oeh. En dat, dames en heren, is best wel lekker. Dus vandaar. Ja. Goed bezig, hoor. Geluid. Lekker gegeten? Ja, ik heb prima gegeten. Jij? Ja, lekker. Ja, maar was even lekker. Na 40 dagen eindelijk weer vet hard. Juist. Mijn maag kan het maar amper hebben. Klimmen. We gaan klimmen in een klimbos. Op het werk van Joris. Schroen. Ik heb een vermoeden dat klimbos die kant op is. Ik weet niet waarom. Ik ook niet. Ik heb een... Ja, ik weet niet. Ik ga het je allemaal uitleggen, je mag straks allemaal op je gezicht. Maar er zitten ook groene strepen hier. Kom maar. Oké, let op. Maar er zitten niet alleen groene strepen op, er zitten ook nog knoppen op. Er zit hier een groene knop op en een zwarte knop. Hi guys. Hi. We're in the tree. Ik dacht dat je een helmpje had. Hey Daniel. Hi. I'm scared. Doe je. Oké, go. Nice. Kijk mensen, dit is nou de trucker's hitch. Althans, het lijkt erop. Het heeft een lusje in een knoop. Maar ik wil niet. Weet je wat mijn hoofd doet? Weet je wat er gebeurt? Dat wil ik niet weten. Ik wil gewoon dat je die kant op gaat stappen. Weet je wat dat zegt? Dat zegt, waarom? Waarom? Nou, omdat het leuk is. Oh ja. Daniel, ik durf niet. Oh jee. Maar het komt goed. It's a giant step for mankind. Ik kom halverwege dat je naar beneden staat. Echt? Nee. Nice. Ja, goed. Oh, hou vast. Oh, sorry. Ik was even vergeten dat ik aan jou vast was. Daniel, help.
Ik was te laat. Nu moet je nog een keer. Nee, serieus? Yeah! Nou, mijn naam is Daan Romeijn. Ik hou van mijn familie. En ik sta op het punt om te springen. Nice! Lekker, Daniel. Hoe voel je je nu, Joris? Ik voel me erg uitsloverig wel. Flink aanloop. En hoog springen. Het leukste is als je hoog springt. Ver is minder leuk, hoog is wel leuk. Aanloop en hoog. Oké, komt en starten vanuit. Ja. Nice. Lekker, Daniel. Here I go. I'm here. Life hacks. Joris, hoe hoog zitten we nu? 11 meter? Ja. Wow. Dat valt mee. Daniel? Ja. Twee verdiepingen. Ja. Dat valt mee. Ah, even genieten bij Joris thuis met pizza. Ja. Dat gaat er heel makkelijk in als je geen energie meer hebt. Zo. Ik film het links, dat kun je zien, want het trilt nogal. Of ik heb gewoon geen kracht meer. En Bassie houdt van kattenkwaad. En waar Bassie is, Nee, Bas is vlugge Jaapie en Adriaan was de eerste baron. Lekker, Adriaan. Ga je naar de kelder? Ja.